BEP-parlementariër Ronnie Assabina zegt dat ook met de financiële ruimte die per 1 januari gecreëerd wordt door de regering, er nog sprake zal zijn van koopkrachtverlies. Hij vindt dat met het tripartietakkoord er geen koopkrachtverlichting wordt gecreëerd in de belastingssfeer. Assabina wijst erop dat de AOV die de 60-plussers krijgen nu helemaal geen waarde heeft, ondanks die door de jaren heen is verhoogd. Mijn moeder is analfabeet. En we gaan scoren. En we gaan lezen en schrijven, meneer de voorzitter. Maar mijn moeder is niet zo. Als 225 SRD's hebben is voor meneer president Venetiaan, die hebben we gaan winkelen, voorzitter. Hebben we morgen voor ons aan, liggen we 525 SRD's. Sabe kiezen voor president Bouterse. Maar het tegen me ook te takken, voorzitter. A 1000 SRD zou ik kiezen voor president Santoki, voorzitter. Hij bij moro weinig sani, leg je a 525 SRD, sabe kiezen voor president Bouterse, voorzitter. Dat heeft ze me gezegd. En mijn oma tegen het AKL, voorzitter. Maar wat belangrijk ook, voorzitter. En hetzelfde heeft collega Joggi hier, voorzitter, in het parlement. Gezegd, voorzitter, niet tijdens een openbare vergadering. Hij heeft aangegeven dat tijdens de regeerperiode, voorzitter, 2010-2015, voorzitter, hij zijn schadeloos stellen in de orde was van $4000. Dat toucheerde hij. Maar in deze regeerperiode, voorzitter, is het teruggebracht tot minder dan $1000. Mahinda Yogi van VHP zegt dat Assabina ook moet aangeven hoe het komt dat de AOV van de regering Santoki minder is dan de AOV van de regering Bouterse. En wie de mensen zijn die eraan hebben meegewerkt dat de AOV van die arme moeder zo is geërodeerd. En heeft hij ook verteld aan de moeder wat zijn bijdrage was, toch? Dat die AOV is geërodeerd, voorzitter. Dat moet hij ook vertellen. Want inderdaad, voorzitter, is die AOV geërodeerd. En dat is waarover we hier praten. En hebben gesproken. En 10 jaar lang hebben gezegd. Dus laten we de waarheid vertellen aan die samenleving. En de mensen gaan gebukt. Er is veel pijn in de samenleving. Er is armoede in die samenleving. U hebt gelijk. Maar laten we ook zeggen hoe het komt. Toch? En hoe we dit moeten voorkomen. De parlementariërs spraken gisteren in DNA bij de behandeling van het meerjarenontwikkelingsplan 2022-2026.